derde aflevering van onze derde week. Het is vandaag weer de Mengelmoes aflevering van de oefeningen die we deze week gezien hebben. En we gaan vandaag beginnen met onze heupen losdraaien. Gewoon een heup losdraaien van die heupen. Maak die bewegingen maar goed groot. Zodanig dat je die heupen en alle gewrichten er rond goed los kunt maken, soepel kunt draaien. En dat je zo stilletjes aan mobiliteit en een klein beetje opwarming krijgt in die heupen. Je kan kiezen om bijvoorbeeld dat gedurende een halve minuut te doen, gedurende een minuut. Grote cirkels of eerder kleine cirkels. Combineer desnoods wat groot en wat klein, zodanig dat het allemaal loskomt. Ondertussen zorg je ervoor dat je een kussen hebt. Als je je kussen nog moet gaan halen, druk gewoon even op pauze. En dan kan je daar mee aan de slag. En wat ga je doen is, ook weer die schouders losdraaien. Hup, naar voren. En dan weer naar achter. Hup, zodat de schouders loskomen. Andere kant. Hup. Moest je toch geen kussen hebben, gebruik dan zeker een handdoek. Die heb je zeker liggen. Andere kant, ook weer hier. Zorgen dat je dat ongeveer 10 keer doet langs elke kant. 3 keer 10, 2 keer 10, kies jezelf. En dat je daarmee verder kan. Terwijl je dat kussen vast hebt, maar zoals ik zeg, ik kan het ook met een handdoek doen. Ik ga dat even doen. Ik ga Minnie Mouse er nog eens gaan bijhalen. Hop. Ik kan je kiezen om ofwel die handdoek goed groot te maken en die beweging met de schouders dit te gaan doen. Hop. En zo net boven je hoofd te gaan bewegen. Goed trekken aan die handdoek en terug. Is dat toch nog wat te zwaar voor jou? Dan kan je kiezen om dat kussen te gaan gebruiken en dan ga je het kussen ook doorgeven. Dus gewoon weg. Op de andere kant en terug. Yes, en die bewegingen goed groot maken. Ja, dat. 10 herhalingen bijvoorbeeld. En terug. Yes. Heb je dat gedaan? Dan kan je ofwel nog een laatste oefening met het kussen doen. Is zeggen van oké, we gaan die rond. En we gaan een beetje in squathouding staan en die rond mijn lichaam draaien. Hup. En terug. Andere kant. En zorg dat die buik en die rugspieren goed opgespannen blijven, dat je daar ronddraait. En dan weer aan de andere kant. Yes. Zie, met kussen kan je al heel veel doen. En de laatste oefening met het kussen is het vastnemen. Draaien en terug. Andere kant. Draaien en terug. Is dat allemaal te moeilijk om te blijven rechtstaan? Dan kies je ervoor om eventueel een stoel te pakken. En ik ga ook een pakken ondertussen. Je stoel, je kan ervoor zorgen dat de oefening net iets makkelijker wordt. En doe je eigenlijk net hetzelfde. Dus je pakt die vast. Je draait rond. En terug. Andere kant. En terug. En dan kan je ook weer hetzelfde doen met die kussens en dat doorgeven. Hup. Yes. Ik zat hier net tegen een terraswarmer. En ook weer hier. Heb je geen kussen, kan je nog altijd een handdoek gebruiken. En dan doe je het volgende. Hup. En terug. Yes. Schouders los. Je kan eventueel kiezen om eens een draaibeweging te maken. Met die schouders. Hup. Voor diegenen die zeggen, dit kan ik goed aan, zeker doen. Goed. Stoel geeft extra steun. Stoel zorgt ervoor dat het net iets makkelijker wordt. En stoel kan je ook gaan gebruiken om een squat oefening te doen. En die squat oefening, die gaat als volgt. Dat hebben we ook in het begin van de week gedaan. Je zet je voeten op schouderbreedte. Mooi gelijk, hoek van 90 graden hier, hoek van 90 graden in je rug. Als je zegt, ik heb die ruggensteun nodig, dan ga je daar tegen zitten. Anders zit je gewoon op de stoel en duw jezelf recht. Hup. En je gaat weer zitten. Terug recht. Terug zitten. Oké. Okay. Het tempo waarmee je dat doet, kies je zelf. Zorg ervoor dat je altijd controle hebt over je beweging. Dus niet te snel willen gaan bewegen. Is dit te makkelijk voor jou? Dan kies je ervoor om ofwel je handen tegen de stoel te zetten, of gewoon los op te duwen. En zo net niet te gaan zitten en terug omhoog. Yes. Ook weer hier. 3 keer 10 herhalingen. Yep. En terug. Hoe kan zitten en terug. Is de stoel te makkelijk voor jou? Stoel opzij. Squathouding. En achter. Yes. Hop. Mooi naar voren. Voeten recht. Rug recht. Goed. De stoel hebben we ook gebruikt in het begin van de week om onze lunches te doen. En die lunch gaat als volgt.
Dus ik ga hem zo zetten. Dus dan hou je steun. Hou je als steun je stoel vast. En dan stap je uit. Hoek van 90 graden. Hier van achter ook als je kan. En terug. Andere kant. Hop. En terug. Ja. Hop. En terug. En hop, wisselen. En terug. Ook weer hier. 10 keren langs elke kant. En even dus. Is 10 keer te veel langs elke kant, kies je natuurlijk 5 keer dat 3 keer herhalen. En natuurlijk is het des te belangrijker om af en toe eens te drinken. Ik ga dat ook even doen. Zodanig dat je genoeg vocht binnen hebt. Is dat niet te makkelijk voor jou en zeg je van ik wil wel eens een uitdaging? Kies er dan voor om te lunchen. Kussen of handdoek rond je benen draaien. Wisselen. Andere kant. Yes. Goed. En weer wisselen. Gecontroleerd. En terug. Dus zonder steun, met een extra kussen, kan je er ook weer een leuke, uitgebreide oefening van maken. We hebben de stoel gehad, we hebben ook nog de mat gehad. We gaan onze mat weer boven halen. En we gaan liggen op de mat. Handen plat. Je duwt jezelf op. Hup. Binnen van de grond, handen plat op de mat en je komt terug. Er zijn verschillende mogelijkheden in, ofwel zeg je van kijk, ik duw mezelf op, ik hou even en ik laat zakken. Of ik doe het gewoon heel snel, hup en terug. Hup en terug. Ook weer hier, 3 keer 10 herhalingen, meer dan voldoende. Voeten goed stevig op de mat zetten, handen plat en terug. Wil je het toch iets moeilijker maken, kan je kiezen om je handen gekruist op jezelf te leggen. En dan ga je jezelf opduwen. Even houden en terug. Ga je voelen dat je al meer stabiliteit moet zoeken in je heupen. Maar let er dan op dat je zeker en vast met je beide heupen tegelijkertijd omhoog komt. Dus hop. En terug. Hop. En terug. Voor degenen die dit echt nog te makkelijk vinden, mag je dat van mijn part op één been testen. Je steunt op één hiel, handen plat op de mat en je duwt jezelf op. Yes. En terug. Hup. En terug. Je maakt deze oefening natuurlijk als zwaarder door op één been te steunen, maar ook door je benen eventueel iets verder uit te plooien. Dan wordt het iets zwaarder. Ga je voelen hier in de hamstrings. Of iets meer te gaan plooien naar binnen toe. Dan gaat de hamstrings iets minder uitwerken en gaat de bilspier meer werken. Goed. Oefening voor bilspier en hamstrings werkt zeer verstevigend. Ik ga er één nieuwe oefening insteken die we deze week nog niet gedaan hebben, maar een paar weken terug wel. Dus benen geplooid leggen in de lucht en stilletjes afwisselend laten zakken. Handen gewoon plat op de mat en dan wisselen. Hop en terug. Hop. Is een oefening voor de buikspieren, heupbuigers en controle houden. En telkens wisselen. Is dit te makkelijk voor jou? Dan mag je kiezen om beide benen te laten zakken. Ga je onmiddellijk al voelen dat het een pak zwaarder is. Hop. Hop. En terug. Is dit al te moeilijk, gemakkelijk voor jou? Eén been gestrekt, laten zakken en terugbrengen. Been gestrekt, laten zakken en terugbrengen. Hop. Goed. Ook weer hier. 3 keer 10 herhalingen, meer dan voldoende. En dan heb je weer een leuk arsenaal aan oefeningen waarbij dat je al je spiergroepen aan het trainen bent. Maar natuurlijk ook nog heel belangrijk is, al een paar keer herhaald, letten op die ademhaling en een goede stretching. Ik ga jullie sowieso nog 1 oefening geven. Die hebben we het begin van de week gedaan. Arm uitstrekken, arm aan een andere arm erin. En dan trekken aan die arm. Dat die arm die hier gestrekt is, dat je die naar je toe trekt. Dat gaan wij dat ook zo doen als dat makkelijker is voor jou. En andere kant. Hop. Wisselen. En terug. Yes. Oké, nog 1 keer. Ja. Andere kant. En ook nog eens wisselen. Goed. Dat waren weer onze oefeningen. Onze 3e week zit erop. Ik hoop jullie snel terug te zien in week 4. Geniet nog van het weer, wat het ook op dat moment mag zijn. En tot binnenkort. Bye bye.